Hi iedereen, leuk je om weer kijken. Ik heb vandaag weer een shoplog voor jullie, want ik ben bij de Primark geweest. En zoals jullie kunnen zien heb ik heel veel gekocht. En dan valt voor mezelf op zich nog wel mee, maar ik heb echt onwijs veel voor Noah gekocht. En ja, ik liet al een foto zien van de tas op Instagram en op Twitter. En toen begon iedereen al shoplog. Dus ik denk, ja, ik kan het gewoon niet laten om geen shoplog te maken. Dus ik ga er gewoon doorheen wat ik allemaal gekocht heb. En het is voornamelijk dus kinderkleertjes, dus dan weet je dat er wel vast. Nou, als eerste heb ik deze trui van Noah gekocht. Het is een hele lekkere, ja, anthracietgrijze wollen trui met knoopjes en een rit. En er zit echt een beetje van dat beertjesvoering in. Echt super zacht, dus super lekker. En hij had hem aan, hij wilde hem ook al direct aanlaten. En deze was 16 euro. Dan heb ik een winterjas voor Noah gekocht. Hij is hem eigenlijk iets te groot, maar ik heb liever iets te groot dan te klein. En dit is gewoon een simpel, ja, blauw, een beetje echt wat donkerblauwe, ja, jasje. Een beetje stoer met een paar knoopjes en een rit. En zit dan een beetje zo'n glimstofje in. En deze was ook 17 euro. Kijk, aan de achterkant, het is gewoon helemaal effen. Dan heb ik een broekje voor Noah gekocht. Deze met een heel stoer riempje erbij. Echt een beetje zo'n nonchalant broekje waar je lekker de pijpjes bij kan opkrullen. Zoals ik hier gedaan heb. Ja, en ik kwam erachter dat ik alles gewoon veel te groot heb meegenomen. Dus het wordt waarschijnlijk allemaal voor het voorjaar. Maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit. En deze was 11 euro. Dan dit leuke blouseje. Gewoon een beetje zo'n houthakkersblouseje. Heel stoer. Vind ik altijd leuk bij jongetjes staan. En deze was 5 euro. Dan nog een truitje, alleen dit truitje is veel dunner. Het is echt een beetje een truitje wat er nu al op zich wel aan kan. En deze heb ik ook een maat kleiner meegenomen, dus deze past op zich nu wel. En deze was 12 euro. En ook weer donkerblauw met een paar knoopjes en een leuk kraagje erbij. En mijn vriend heeft bijna dezelfde, dus dat vond Noah natuurlijk helemaal geweldig, want had hij dezelfde trui als papa. En kijk, nog een blouseje erop. Dit is een setje. Kijk, dit is gewoon een grijs standaard t-shirtje. En er hoort dan deze overheen. Het was een setje. Heel leuk, een beetje van dat mooie lichte blauwe stof. Een beetje spijkerstof idee. En achterop staat een heel leuke opdruk. En deze was samen, waren ze dan 10 euro. En dan heb ik nog een broek. En het is een beetje zo'n, ik vind dat een beetje zo'n nette kakkertjesbroek. Maar dat vind ik juist wel leuk. Een beetje, zeker als je een leuk stoer shirtje erbij aan doet. En deze was 6 euro. En het is een beetje dat beige kleur. Nu heb ik nog een keer dezelfde broek, alleen dan in het donkerblauw. Het is ook een beetje met het, ik kan niet zo goed opkomen hoe het heet eigenlijk. Een beetje van dat relief zit erin. Ik weet niet of jullie het kunnen zien op de camera. Maar er zitten een beetje van die ribbeltjes in. Nee, goed, deze was ook 6 euro. En dan heb ik een riem voor Robert gekocht. Gewoon een hele standaard bruine riem. Met een dikke gest erbij. Die was 5 euro volgens mij. Ja, 5 euro. En dan heb ik schoenen voor Noah gekocht. En deze vond ik onwijs cool. En die waren helaas niet in zijn maat. Dus heb ik maar een maat groter meegenomen. Gewoon echt stoere gimpen met een mooie ruitje achterop. En deze waren 9 euro. Ik heb nog een basisshirtje voor Robert. En ik heb er gelukkig maar één meegenomen. Want ze waren 2,50. En hij draagt wel vaak gewoon zwarte t-shirts. Over een spijkerbroek. En dan net een broek of een blazertje eroverheen. Alleen, ik was wel bang dat de maat niet helemaal goed zou zijn. Ja, het is een elletje. En deze plek wordt toch best wel wijd. Terwijl het toch ook wel zo'n slim fit moet zijn. Dan heb ik voor mezelf deze stoere, ik ben echt super blij mee, deze stoere iPad case gekocht. Het is gewoon een hele simpel zwarte, er zit nog een ritje in waar je ook wat in kan stoppen. Maar voor de rest is hij gewoon helemaal gewoon rustig van binnen. En hij heeft een gouden rits en er zit dan echt een aantal stoere studs op. En ja, ik vond hem echt wel heel super gaaf. En hij was 9 euro. En de iPad past er mooi in. En dan kan je ook net even je telefoon op de foto bij je doen. Dus super handig. Dan heb ik nog twee paar oorbellen voor mezelf gekocht.
Deze vond ik wel heel erg cool om die erbij te doen. En deze. Mooie goudkleurige. Deze waren 3 euro en deze waren 1,50. Ik ga naar de andere tas. En dan heb ik hier, ja, ik heb hier even alle kapstokjes in gedaan. En alle kaartjes, prijskaartjes. Maar voor de rest zit hier niet meer in. Dan had ik voor Robert, oh die ligt hier ergens in huis al, een soort van, ja, het is een beetje een luidspreker voor je iPhone. Dan kan je iPhone inzetten en dan, ja, dan heb je wat meer geluid erin. En deze was 4 euro. Dan heb ik voor mezelf heb ik, van die soltjes erin waar je voeten lekker zacht van blijven. Ik hoop dat ze werken. Dat waren 3 euro. En dan nu als allerlaatste mijn schoenen. En ik heb de prijskaartjes eraf gehaald. Dus ik weet niet meer precies welke, ja, hoe duur waren. Deze als eerste. Gewoon hele simpele zwarte vletjes. Met een klein, ja, strikje erop. En deze waren volgens mij 12 euro ongeveer. Dan deze. Kijk, zo zien ze er normaal uit. Alleen het zijn van die handige waar een beetje elastiek in zit. Dus als je aan doet, hij is gewoon recht. Maar dan blijft ze wel op je voet goed zitten. En er zit dan een heel leuk, ja, strikje zit erop. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Maar er zit hier nog weer een strikje op. En die een beetje plat erop ligt. Dus vond ik wel een leuk detail. En ja, deze waren ook iets van. Er waren in ieder geval 2 paar schoenen, waren 12 à 13 euro en de rest was 8, 9 euro. Dan deze, daar ben ik ook wel onwijs blij mee. Zwarte, nette, ja, eigenlijk gewoon nette ballerina's met daarvoor een gouden neus. Ja, en ik vond het wel echt heel stoer. Gewoon als je helemaal mooi zwarte kleding aan hebt en dan gewoon deze en dan bijvoorbeeld met een paar gouden accessoires erin. Ja, helemaal top. En als allerlaatste ben ik ook wel heel blij met hem. Normaal gesproken zou ik nooit, zoiets nooit kopen, maar ik vond ze nu wel heel erg stoer. Zijn deze fletjes met studs op de neuzen. Ja, ik ben normaal gesproken echt een beetje van dat simpele. En ik vond dit wel, ja, heel cool. Een beetje hetzelfde. Want je hebt gewoon, je houdt zwart aan en je hebt toch wat extra's. En deze waren volgens mij 9 euro. Dus ja, super goedkoop, super leuk. Ze passen allemaal goed. En ja, ik ben er heel erg blij mee. En dat is alles al wat ik gekocht heb. Ik was onwijs veel kwijt bij de kassa. Ik echt dacht, oh. En, maar goed, onwijs veel leuke kleren voor Noah gekocht. Een leuke nieuwe schoenen voor mezelf. Oh, ik heb ook nog een paar schoenen voor Robert gekocht. Alleen die heeft ze nu al aan, dus die kan ik niet laten zien. Het is een beetje een nette blauwe schoen is dat. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ja, als jullie nog tips hebben voor bij Primark. Want dit was mijn allereerste keer bij Primark in Nederland. Ik ben al wel in Primark bij Londen geweest. En in Primark in Spanje geweest. Maar ik was nog nooit in Nederland geweest. En we zijn nu dus bij Zaandam geweest. En maar goed, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En laat me even weten wat jullie bijvoorbeeld van deze fletjes en dergelijke vinden. En ik wil jullie bedanken voor het kijken.